Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Kenneth Taylor, ik ben 16 jaar, ik speel in Ajax onder 19 en ja, we zijn op dit moment in Dublin, in Ierland en we hebben een EK. Ja, we zijn net wakker geworden en ik ben hier met Moontje. Moontje, zeg eens wat tegen de kijkers. Goedemorgen mensen. Stevie. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Sant. Goedemorgen. Goedemorgen Sant. Goedemorgen Rob. We gaan nu naar het ontbijt en dan zie ik jullie daar alweer. Hoi hoi. Heb je vanmorgen dat je om 11 uur dag zelf is? Ja. Best ontbijt jongens. De dag naar de wedstrijd. Wat belangrijk is, veel eiwit eten. Eiwitten voor zichzelf. Want ja, we zijn natuurlijk moe geworden in de wedstrijd. En dan moeten we nu onze spieren weer herstellen. Dus we eten lekker veel ei. Eet smakelijk iedereen thuis. Wijze woorden. Wijze woorden. We zijn weer, we hebben net gegeten. En ja, dat is wel lekker of niet? We hebben gisteren 2-0 gewonnen van Zweden. We gaan straks hersteltraining doen. We zijn nu onderweg naar onze kamer. Dan gaan we onze spullen pakken en dan gaan we trainen. Niet Mo? Komt goed, komt goed. Ik ben hier met Brian. De doel te maken van gisteren. Heb je wat te zeggen tegen de kijkers, Brian? We moeten jullie kamer opnemen. Ik weet helemaal niks te zeggen. Ik heb alleen te zeggen dat ik al ga doen. Heerlijk jongens, zo mag ik het horen. We zijn nu onderweg naar de bespreking. Ik ben met mijn besties. Bro. Hey Piet. Wat hebben we vandaag, Jelle? We hebben nu een bespreking. Sterk. Nou, even de wedstrijd na bespreken. Hoe speelden we gisteren? Het was wel een beetje slordig. Zo, heel wit nu, maar... Oké. Een beetje slordig. Ik ook niet, ik hey, geklemd. Onze grote vriend. Na Rijsjo, Kassan, Dierjo. Lijkskind. We hebben net bespreking gehad. We zijn nu onderweg naar de training. We gaan uitlopen en herstellen. We zijn nu op het trainingsveld. We gaan vloggen. Of we gaan trainen, wat zeg ik allemaal? We gaan trainen. Lekker zin in man. Lekker Enzo Knol. Nou, Van Bannis. Hoe was de wedstrijd verlopen gisteren? Gewoon goed maar aanvoelen. Daar komen ze. De rest van het team. Even trainen straks. Ja toch? Heerlijk jongen, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja toch? Hier maat, ze mochten kiezen of je naar de gym ging of niet. Maar deze man wil zichzelf elke dag verbeteren, hou ik van. Box, heerlijk. Divide. Ik vond jou gisteren een goede wedstrijd spelen. Dankjewel man, dankjewel. Ja man, goede ingreep. Goede ingrepen. Mohamed Sankar, helemaal vergeten. De mooiste van ons team, de jongste. De mooiste, man doen, man. 15 jaar, hij is ouder dan, jonger dan mij. Kom on! Dirk, hoe was de training? Ja, het was wel een goede training, toch wel even pittig. Ja. Maar even prikkel gaat, dat is even lekker hè? Ja, zeker. En voetvolley? Hebben we gewonnen, Kenneth? Ik heb gewonnen, ja. Jij hebt gewonnen? Ik zag dat daar achterin met Brian wel goed ging hè? Ja, ging wel goed. Goede communicatie tussen mij en Brian altijd. En heb jij gewonnen? Ja, natuurlijk. Heerlijk kan niet anders, kan niet. Heerlijk. Daar is hij. Nee? Oh. Thanks Dirk. Oh. Thanks Dirk, thanks. Ja, dames en heren, zijn we weer. We hebben nu rust. Ik ben met Brian. Ik slaap ook meteen op de kamer. Hij zit een filmpje te kijken. En Kiana is toevallig nu ook hier. Kiana Hoever, de man van de wijze woorden. Wat heb je nou weer in petto? Ja, kijk, rust is zeker heel belangrijk. Rust is heel belangrijk, jongens. Zondag. Weet je, we spelen veel wedstrijden hier. We spelen veel wedstrijden in weinig dagen. Blokken. Kan je alsjeblieft stil zijn? Ik probeer iets uit te leggen. En ja, dan is de rust gewoon belangrijk. We kunnen niet maar blijven gaan. Ons lichaam is een Ferrari en die moeten we bijhouden. Die moeten we tanken. We moeten hem tanken. En dat doen, we met eten, maar ook met rust, goed slapen. Onderhoud noem je dit ook wel. Weet je de onderhoud? Snap je. Kan wel een jaar niet bij de garage zijn, maar ja, dan gaat hij. Hij wil natuurlijk dat hij gewoon vol gaat over de snelheid. 300. Hoezo 3? 4! Linkerwaar! Oh. Dat was Kiana Hoever. Je laat hem een beetje lang hangen. Hey, maar dat maakt niet uit. Pik! Hey, wel hè. Hey, hoi hoi. Oh. Goedenavond dames en heren. Onze dag zit erop. We gaan nu slapen zoals je ziet. Wat een leuke dag. We gingen vandaag trainen. Wat een bespreking. We hadden een presentatie over doping en matchfixing. Dat was wel heel interessant. En ja, we hebben de dodenherdenking ook gedaan met het hele team. 2 minuten stil geweest. En heel belangrijk is dat natuurlijk. En ja, nu gaan we slapen. Dus slaap lekker dames en heren. En hier heb je nog de enige echte Brian Robby. Slaap lekker.